Vandaag laat ik jullie de EM4710 Gigabit AC1200 Dual Band router zien. Deze router die beschikt over 1 gigabit WAN-poort en 4 gigabit LAN-poorten. En hierdoor is deze prima geschikt voor kabelverbindingen of glasvezelverbindingen. Deze router heeft 2 keer een 5 dBi Dual Band antenne, waarmee je tegelijkertijd een 2,4 GHz en 5 GHz wifi netwerk doet uitzenden. Hierdoor heb je minder last van storing en een hogere doorvoersnelheid. Deze router ondersteunt ook de MU-MIMO techniek. En MU-MIMO zorgt er eigenlijk voor dat er meerdere datastromen tegelijkertijd naar je draadloze apparaten verstuurd wordt. Hierdoor hoeft jouw draadloze apparaat niet te wachten op zijn beurt voor zijn data te ontvangen. En heb je een stabieler en efficiënter draadloos netwerk. Deze router heeft ook een WPS-knop. En met deze WPS-knop kun je andere draadloze apparaten die ook voorzien zijn van een WPS-knop makkelijk met elkaar verbinden. Door gewoon simpelweg een WPS-knop op de router in te drukken en vervolgens op je draadloos apparaat. En dan wordt er een verbinding tot automatisch tot stand gebracht. Verder zit er ook nog een wifi aan-uitknop aan de zijkant van de router. Hiermee kun je heel simpel je wifi op dat moment dat je daarvoor kiest in- of uitschakelen. De router heeft de mogelijkheid om meerdere wifi netwerken te maken. Hierdoor kun je ook bijvoorbeeld een gasnetwerk maken. En dit is heel erg handig als je bijvoorbeeld thuis of in je bedrijfsnetwerk iemand tijdelijk toegang tot je wifi netwerk wil geven. Hoe sluit je de router aan? Zorg er eerst voor dat er een kabel vanuit je modem tot aan de plek kan komen waar de router komt te staan. Dat moet een netwerkkabel zijn. Die sluit je aan op de WAN-poort van je router. Vervolgens sluit je de stroomadapter aan op de router. Stop de stroomadapter in het stopcontact. En zet vervolgens de router aan met de knop aan de achterzijde. De router zal nu gaan opstarten. En op een gegeven moment zul je gaan zien dat het lampje WAN aangaat. En op dat moment is je router voorzien van een internetverbinding. Je kunt zien, brandt nu het lampje WAN. Dus de internetverbinding is nu tot beschikbaar. Vervolgens kun je dan ervoor kiezen om je laptop of pc bedraad aan te sluiten op de router. Maar je kan natuurlijk ook ervoor kiezen om je laptop, pc of smartphone of tablet draadloos te verbinden met de router. Wil je draadloos gaan verbinden, dan staat aan de onderkant van de router heb je dan een sticker. En op die sticker staat de naam van het wifi-netwerk, maar ook het wachtwoord van het wifi-netwerk. Bekabeld sluit je eigenlijk gewoon een netwerkkabel aan de achterkant aan op een van de beschikbare LAN-poorten. En de andere uiteinde sluit je aan op de netwerkpoort van je laptop of pc. En nu kun je eigenlijk via de internetbrowser controleren of je een internetverbinding hebt. Wat zit er in de doos? Poweradapter erin, de router zelf, een netwerkkabel, een snelle installatiegids en een garantieregistratiekaart. Voor meer informatie over dit product kijk op onze website www.eminent-online.com.